Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja. Hallo meneer, heeft u pas geleden niet bij mij in de biechtstoel gezeten? Was niet best. Ja, het is altijd mooi. Het is altijd mooi. De kwaliteit ja? is altijd hoog, hè? De kwaliteit is altijd wel erg hoog, moet ik zeggen. Ja. Bloemencorso Valkenswaard ontmoeten op zondag 11 september dichter des Larielands Andy Mercelissen. 14 praalwagens en diverse showbands waren te zien tijdens de Dahlia-parade. Wat maakt Bloemencorso zo leuk? Echt Valkenswaard. En ja, je komt heel veel mensen tegen. En ja, je woont in een bepaalde buurtschap. En ja, dat geeft een echt saamhorigheidsgevoel. De editie van 2010 was grotendeels verregend, maar dit jaar was het droog. Dus het was weer ouderwets druk in Valkenswaard. Ja, ondanks dat er best wel wat bloemen bij zijn die erg slecht zijn, dus nat en dus veel uitval hebben van blad, ziet het er allemaal best heel verzorgd uit. En het weer werkt natuurlijk nou ook verschrikkelijk goed mee. Want vorig jaar zijn jullie een beetje verzopen, hè? We hebben echt verdronken met z'n allen. Ja, en dan zie je ook een hele hoop bloemen van de wagens afvallen. Ja, alles verzadigd en ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer als je een heel jaar met zoiets bezig bent. Toch was het soms even wachten en stilstaan tijdens de parade. Het is heel lang wachten nou. En hoe komt dat dan? Blijkbaar moeten er wagens die achteraan nog niet aan kunnen sluiten, daar moeten we op wachten. We dachten eerst dat we vasthouden staan, maar dat is blijkbaar dus gelukkig niet zo. Lees maandag meer over het Bloemencorso en de uitslag in het ED. Deze wagen is eigenlijk een volle stel. De hele hangt eigenlijk aan het stellage. Dus het is iets wat de andere wagen hier in elkaar op. Ja, ik kan.